meteen. Ik wilde het vanavond hebben over relaties. Aangaande onze spirituele ontwikkeling komen we ook in verschillende stadia wat betreft relaties. Dus aanvankelijk kennen we meer relaties waarin beide partijen enigszins of een heleboel op de weggeefstand staan. Zo noem ik dat dan maar. Dus meestal leven we dan voornamelijk vanuit onze persoonlijkheid en vanuit ons hoofd. En zijn we nog niet in ons buik beland. In ons leven we nog niet vanuit ons buikgevoel. Gaandeweg, wanneer we ons spiritueel ontwikkelen, dan krijgen we ook allerlei inzichten over onszelf en ook onze kijk op de relatie in het algemeen verandert. Het betekent dat we steeds meer gaan voelen, wie ben ik nu zelf en wat wens ik nu zelf en wat wens ik niet? En hoe voelt mijn innerlijk kind en mijn subtiele gevoel? Aangaande relatie. Dus de relatie met onszelf staat ook in het teken van de relatie met elkaar. Dus daar waar we merken dat onze vriendschappen, onze intieme vriendschappen of onze romantische relatie er op een bepaalde manier niet voor ons is, zo zijn we ergens er ook niet voor onszelf in de regel. Dus als we bijvoorbeeld merken dat we geen emotionele geborgenheid krijgen of geen respect genoeg voor wie we werkelijk zijn, dan is er iets in onszelf dat daar ook nog geen gevoel over heeft en geen rekening mee houdt en geen voeding aan geeft. En dat geldt ook voor aangeraakt worden, over je bol krijgen, geknuffeld worden. En dan komt ook de kwestie van kunnen ontvangen, zowel als kunnen geven om de hoek. Dus al die zaken ga je meer mee vertrouwd raken, meer kennis over hebben en zo ontstaat je spirituele groei. En gaat er een groter verlangen ontstaan om een relatie te hebben waarmee je op alle lagen kunt functioneren. Dus waarin het heel fijn voelt in het lichamelijke contact. Heel vertrouwd, heel happy met elkaar. Waarin overgave dichterbij kan komen en eenwording. Een relatie waarin je ook geestelijk helemaal met elkaar van alles kunt en durft te bespreken. Een relatie waarmee je ook al je onzekerheden en al je schaduwgedachten over elkaar direct op tafel moet leggen, omdat je dat niet meer voor jezelf kunt houden, omdat dat niet fair en eerlijk voelt als je het niet uit, wat de gevolgen dan ook zijn. Dus steeds wordt de relatie zo diepgaander. Of dat nu een seksuele, intieme relatie is, of een relatie met collega's op het werk, of met vrienden, of met je ouders of kinderen, alles zal zich willen verdiepen. En jij zult dieper aangeraakt worden in je ziel. Als we kijken naar de eerste jaren van ons leven toen we geboren waren en rechtstreeks uit de bovenwereld kwamen, toen waren we heel kwetsbaar en we vertrouwden volledig. We vertrouwden erop dat we door onze ouders helemaal aangevoeld en begrepen zouden worden. Dat ze onze schoonheid zouden zien, hè? Wie we zijn in ons goddelijke wezen, in de goedheid die we zijn. Dus dat het er allemaal vanzelfsprekend zou zijn. Zo kwamen we in het leven. En al gauw bleek dat dat niet zo was. Hè? Dat onze ouders met elkaar af en toe harren waren of er niet helemaal voor elkaar en dus ook niet voor ons waren. Dus
daardoor trokken we een persoonlijkheidsjas aan en gingen we vanuit onze mind uiteindelijk leven. En dan daardoor voelden we niet van alles meer en waren we beschut. En op weg naar de engelen te worden, de ware goddelijke wezens die we werkelijk zijn, is het belangrijk dat we die beschutte jas van de persoonlijkheid en het functioneren vanuit ons hoofd weer uittrekken. We krijgen pas die relaties waarvan we diep van binnen weten dat ze bestaan, die heelheid met elkaar op alle lagen, als we die heelheid ook in onszelf hebben. Dus als we precies kunnen voelen, ook al zijn we aan het werk of in een gesprek, van hoe ons lichaam zich op welke plek waar vandaag voelt. Als we lichaamsbewustzijn hebben en goed voor ons lichaam zijn. Als we ons lichaam kennen als een woning voor het goddelijk wezen dat je bent. En als we dat eren. Dus als we daar niet bij stilstaan en we gaan maar door vanuit onze inzet van ons hoofd, zien we niet de schoonheid ervan dat we een lichaam hebben gekregen waardoor we hier op aarde alles kunnen meemaken. Dus dat gevoel, terwijl je druk bent van contact met je lichaam, met je lichaamsbewustzijn, en dat het het waard is om met goede voeding in aanraking te komen, met te mogen rusten, hè, wanneer het vermoeid is, wanneer het moet drinken kan, maar ook gestreeld mag worden. Dat je je innerlijke seksualiteit voelt, dus al die vitale energie door je lichaam heen, dat je daarmee in verbinding bent. En dus dat is waar het oorspronkelijk begonnen is en nu weer nodig is. Dus wanneer we diepgaand contact hebben met ons lichaam, hebben we dat vanzelf lief, zijn we daar vanzelf in thuis, in de innerlijke relatie. Dan kunnen we dus ook alleen maar uiterlijke relaties aantrekken die dat net zo eren en zien en erkennen als wij zelf. Op de hoogste en goddelijke manier.